zijn hier vandaag samen in de Casa Papa Giovanni op de Noordlaan om Ferragosto te vieren. Ferragosto is voor ons eigenlijk een feestdag die wij normalerwijs buiten zouden moeten vieren, maar aangezien de weergoden niet zo gunstig gezind zijn, is het binnen te doen dit jaar. Wij organiseren als de Vrienden van de Casa, we zijn een vereniging en wij organiseren dit om met de opbrengsten alle jaren een solidariteitsfeest te doen voor de minder bedeelden onder ons. En die nodigen we dan uit voor een feestmaal en de kinderen krijgen dan een cadeautje. En vandaag gaan we dan Ferragosto vieren, dus dat wil zeggen lekker eten, lekker drinken, goede muziek. Een beetje om de Italiaanse traditie te respecteren, komt er iemand accordeon spelen, de oudere liedjes van vroeger, van de oude Italiaanse liederen eigenlijk. Van Carlo. En daarom hebben we ook nog alle jaren de Carlo Maurina Award, die wij eigenlijk uitdelen aan iemand die opbouwend is voor de Casa, voor Papa Giovanni, voor de Italiaanse gemeenschap, maar voor iedereen eigenlijk. En het mooie is, lieve mensen, het is vandaag feest. En Ferragosto, dat wordt voornamelijk gevierd door de Italiaanse gemeenschap, omdat het ons doet denken aan vroeger, aan toen. We eigenlijk in de bergen heel veel vierden dat de oogst was gebeurd en dat het dan een moment van rust was. En dat de dieren konden uitrusten en de mensen ook. Maar ik wil eerst nog even dadelijk een applaus vragen voor de Vrienden van de Casa. Want met de opbrengst van vandaag gaan jullie terug tijdens de kerstperiode in december, 27 december denk ik, een maaltijd organiseren voor mensen die het minder goed hebben. En dat is wat het hier in de Casa om draait. Je bent een ontmoetingsruimte voor heel veel verenigingen, maar je hebt een enorm groot hart voor zij die het minder goed hebben.